Welkom allemaal bij de tweede aflevering over de reeks over de evolutietheorie. Waarin we kijken hoe de evolutietheorie en met name de macro-evolutietheorie onwaarschijnlijk is. In de vorige aflevering hebben we gekeken naar de complexiteit van de cel en hoe onwaarschijnlijk het is dat deze met de tijd mee heeft plaatsgevonden. En beter zelfs, het kon niet met de tijd mee plaatsgevonden zijn, want anders had zo'n cel überhaupt niet kunnen leven. Vandaag ga ik dus de tweede en derde argument presenteren tegen de waarschijnlijkheid van de evolutietheorie. Het tweede argument gaat over mutaties. Mutaties zijn wijzigingen in de erfelijke eigenschappen van het DNA van een cel. Door mutaties verandert dus de cel en het organisme. Het probleem echter is dat deze mutaties willekeurig gebeuren en neutraal zijn. Dus deze mutaties gaan niet over van, hey, ik heb als doel tot die bepaalde soort te behoren. Of ik heb als doel een mens te worden. Nee, het is gewoon willekeurig en neutraal. Dit houdt in dat je dus ze niet kan voorspellen wanneer ze gebeuren. En als ze gebeuren, gebeuren ze ook niet per se ten voordele van het organisme. Ook geldt bij mutaties dat de wijziging altijd een aanpassing is van het bestaande en er geen nieuw materiaal wordt bijgemaakt. Dus het feit dat een mutatie plaatsvindt, betekent niet dat een cel, plant of dier extra onderdelen krijgen, maar het bestaande onderdelen veranderen. Dit was natuurlijk misschien een beetje complex, maar het is eigenlijk heel eenvoudig weer te geven aan de hand van het volgende voorbeeld. Namelijk, neem een dek kaarten bijvoorbeeld. Je kunt de kaarten in allerlei volgordes plaatsen als je ze gaat schudden. Maar het blijven dezelfde kaarten. Tenzij je een nieuwe kaart toevoegt, oftewel nieuwe informatie of materiaal toevoegt, dan is het een ander spel. Oftewel, dan kan je spreken over evolutie. Maar dat gebeurt dus niet wanneer mutaties plaatsvinden. Wanneer mutaties plaatsvinden, komen er geen nieuwe kaarten bij. En wordt het niet van de kaarten een bordspel bijvoorbeeld. Nee, mutaties is gewoon de samenstelling, de volgorde van de kaarten verandert. Maar het blijven nog steeds kaarten. Tevens, door mutaties wordt de overlevingskans van een organisme kleiner. En de nakomelingen kunnen hierdoor nooit hoger ontwikkeld zijn dan het voorgeslacht. Een van de beroemdste onderzoekers van de evolutietheorie is Goldschmidt. Hij zei hierover: al zouden wij meer dan 1000 van zulke variaties kunnen combineren in één exemplaar, dan zou dit nog lang niet lijken op een nieuw soort zoals die in de natuur voorkomt. Ook heeft hij gezegd dat het klopt dat er niemand is gelukt om door een mutatie een nieuw soort leven te laten ontstaan. De vorm van de snavel of de kleuren van de veer kunnen bijvoorbeeld veranderen. Maar dit zegt niks over dat een hele nieuwe snavel kan laten ontstaan of veren, ogen, harten, nieren of hersens. Dit is weer het verschil tussen micro-evolutie en macro-evolutie. Het derde argument tegen de waarschijnlijkheid van de evolutietheorie is overgangsvormen. Zoals eerder aangegeven, stelt de evolutietheorie dat de mens is ontstaan eerst van een eenvoudige vis die zich ontwikkeld heeft tot amfibie, die weer tot reptiel, tot zoogdier en uiteindelijk tot mens. Volgens de evolutietheorie zijn dus alle planten en dieren en de mens min of meer familie van elkaar en kan men een duidelijk opgaande lijn ontdekken van primitieve organismen naar meer complexe planten en dieren. Dus stelt de evolutietheorie dat er primitieve voorouders moeten bestaan die tussen twee groepen instaan, oftewel overgangsvormen. Alleen deze overgangsvormen bestaan niet. Eiwitten is waar ons lichaam uit bestaat. En door een verschil in samenstelling van eiwitten wordt het verschil tussen organismen, bijvoorbeeld planten en dieren, bepaald. Volgens aanhangers van de evolutietheorie is het verschil in samenstelling van eiwitten groter naarmate de uiterlijke verschillen tussen diergroepen groter wordt. Maar wanneer we de eiwitsamenstelling vergelijken van een primitieve bacterie met die van andere organismen, zie je de volgende verschillen zoals te zien in de foto. We zien in deze foto dat namelijk alle verschillen even groot zijn. Er is geen één soort die kan gelden als een overgangsvorm tussen een bacterie en een meercellige. Als we kijken naar het volgende voorbeeld, zien we hetzelfde.
Alle andere dieren staan allemaal even ver van de vis. Alle planten en dieren leven dus naast elkaar. Ze overlappen elkaar niet. Geen enkele groep kan gezien worden als een voorouder van een andere groep. Primitieve voorouders bestaan dus niet. In deze video heb ik dus weer twee argumenten gepresenteerd tegen de waarschijnlijkheid van de evolutietheorie. Het eerste argument ging over de complexiteit van de cel, dat was de vorige aflevering. Het tweede argument ging over de mutaties en dat mutaties geen nieuwe informatie aanmaken, maar huidige informatie veranderen. Dus het kan niet zo zijn dat een hond zonder staart en daarna weer met de staart is. En het derde argument dat ik heb gepresenteerd ging over overgangsvormen. Dat ging dat alle planten en dieren, zoals we bij de beide foto's hebben gezien, naast elkaar leven en dat ze geen primitieve voorouders van elkaar zijn. Dankjewel voor het kijken en in de volgende aflevering gaan we kijken naar de laatste twee argumenten tegen de waarschijnlijkheid van de evolutietheorie. Dankjewel voor het kijken.